Maak u gereed. Loop naar voren. Draait naar links. 91 jaar en nog de sterren van de hemel dansen. Het kan tegenwoordig met een beetje hulp van de technologie. Door de toename van ouderen en het gebrek aan mensen in de zorg wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van technologie. De Twentse Zorgacademie speelt in op deze trend en geeft uitleg over verschillende technische apparaten die gebruikt kunnen worden in de zorg. Technologie kan daar een belangrijke rol in spelen. Technologie die kan voorzien bijvoorbeeld in monitoring of in contact maken op afstand. Eigenlijk op allerlei manieren zou je technologie in kunnen zetten in zorgsituaties. Ja. Mevrouw Baks is ook zorgbehoevend. Door een ongeluk is ze slechter been, waardoor ze afhankelijk is van een rollator. De afgelopen maand heeft ze wel een erg speciale rollator mogen proberen. Namelijk een zelfrijdende robotrollator, die over allerlei bijzondere snufjes beschikt. Zoals dansen. Het zou best ook voor oude mensen nog wel goed zijn dat de spieren nog een beetje beweging krijgen. En dat kan je met dit doen. Daar kom je normaal nooit aan toe. En mensen die in huis zitten bijvoorbeeld ook, komen vrijwel nergens. Die hebben wel veel aan deze. Het is heel wat anders dan een rollator. Hij is er ook niet mee te vergelijken. En volgens Rob is dit pas het begin. Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe snufjes die uitkomen. We zijn voor een week of wat geleden op de beurs in Düsseldorf geweest, de Medica-beurs. Hallen vol met nieuwe technologie. Ook natuurlijk wel heel veel dezelfde soort technologieën. Wat je wel ziet is dat de ontwikkeling richting mHealth heel erg gaande is. Dus mobile health. Dus je telefoon in combinatie met een sensor. Draai terug. Misschien wordt dit dan wel de normaalste zaak van de wereld. En dan begint ze weer opnieuw.